Hoi, Stefan hier, barbecuebaas. De 10e video alweer die ik ga maken. Leuk dat alle andere video's die ik tot nu toe online heb gezet zo goed ontvangen worden. Big Green Egg versus The Bastard heb ik inmiddels de 3.000 views gehaald. En dat is echt super tof voor een kanaal dat nog zo in de kinderschoenen staat. Daarom zou het ook ontzettend leuk zijn als ook jij eventjes abonneert op mijn kanaal. Zodat ik mijn 32 jaar barbecue ervaring met nog veel meer mensen kan gaan delen. Nu even een heel andere video, geen stuk vlees. Ik kreeg laatst een heel leuk bericht van iemand die vroeg van, nou, ik heb die stukken vlees inmiddels al wel gezien, maar ik zit een beetje met de bijgerechten. Ik zou eens een heel leuk groentebijgerecht willen serveren naast een mooi stuk vlees. Nou, natuurlijk doe ik dat. Ik ga een lekkere gevulde aubergine voor jullie maken. Heel makkelijk om zelf te doen. Kijk lekker mee. Heb je er nog vragen over? Stel ze gerust. Kijk lekker mee in deze video. Eerst de Kamado aansteken. Je ziet door het gruis dat ik het laatste beetje van de zak houtskool heb gebruikt. Dit kun je gewoon probleemloos gebruiken. Steek het alleen wel altijd aan met een wokkel en nooit met een loeflighter. Wat hebben we allemaal nodig? Om te beginnen een skillet. Een aubergine, een beetje tomatensaus, wat plakjes kaas naar keuze. Zelf ben ik dol op geitenkaas. Een handje gesneden tomaten, een handje geraspte kaas, de hardcore George Rub van No Rubbish, een lakkwast en een stuk boetjepeper. Snij om te beginnen de aubergine 3 keer in, zodat je ongeveer 4 even grote plakken hebt. Dan kwasten we hem in met tomatensaus. Best een gedoe, want een aubergine is stevig, maar het is goed te doen. Dan gaan we lekker vullen. Dit mag best royaal. Je hoeft niet bang te zijn dat het ertussen uitvalt. Zoals ik al eerder zei, een aubergine is erg stevig. Dan de rub erover. Ik gebruik de Hardcore Jaws van No Rubbish. Die past hier perfect bij. Maar je kunt natuurlijk gebruiken wat je zelf wil. De Kamado brengen we indirect naar ongeveer 180 tot 200 graden Celsius. Onderin de skillet leg ik wat boetjepeper neer. Dit is puur om te voorkomen dat de aubergine gaat aankoeken. Als de Kamado op temperatuur is, kan alles erin en laat hem dan ongeveer 30 tot 35 minuten staan. Minuutjes voor het einde. Nog een handje geraspte kaas erover. En dat is hem dan. Jij kunt de show stelen. Succes ermee!